een knot maak dat mensen je wat strenger vinden. Dat krijg ik ook te horen. Ik vind dat voor mijn werk soms wel fijn. In deze serie duik ik in de kasten van 8 bijzondere vrouwen. Wat zegt hun kleding eigenlijk over ze en welk verhaal vertelt hun garderobe? Wat me opvalt is dat ik naast dat ik veel zwart en donkere kleuren zie, ook wat fellere en wat lichtere kleuren zie. Dus daar zit heel groot contrast tussen. En de gemene deler van de kast is dat alles is van soepel materiaal, wat ook heel lekker zit, maar wat ook iets uitstraalt van aaibaarheid en vrouwelijkheid. Dus er zit een grappig contrast tussen aan de ene kant op afstand willen houden en aan de andere kant heel erg toegankelijk willen maken en ook aaibaar willen zijn. Heel veel zwart, een veelvuldigheid van zwart in allerlei varianten. Winterzwart, herfstzwart, zomerzwart, bikinizwart, alles is zwart. In het recht heeft iedereen een toga aan in de zittingszaal. De rechters, ik doe strafrecht, de officier van justitie en wij. En die toga geeft aan dat je een professional bent en dat iedereen daar gelijk is. Natasja, jij bent echt top of de bil advocaten. Jij doet de ene grote zaak naar de andere. Ja. En ik sta hier net met jou, we gaan over je kleding praten. En jij zegt tegen mij, ik vind het heel spannend. Ik vind het zo confronterend. Wat grappig. Wat me opvalt in jouw kast, is dat alles, ik kan, als ik er met mijn hand langs ga, alles voelt lekker. Alles is aaibaar. Het is heel grappig, want ik zou het niet, ja, ik zou nooit op het woord aaibaar komen bij mij. Maar ik let wel heel erg op stoffen en met name de kwaliteit van stoffen. Hoe persoonlijk is zo'n toga? Want een uniform is natuurlijk maar een uniform. Ik werd beëdigd en toen kreeg ik van mijn ouders dus de toga. En mijn vader schreef altijd met een vulpen, zijn hele leven lang. En hij had een bepaalde kleur, vulling. En die kleur heeft ook de binnenkant van mijn toga. En dan in de mouw zit er een stukje stof van mijn moeder. Mijn moeder is overleden en haar lievelingskleur was groen. De kleur van hoop. Dit kostuum wilde ze dragen in haar kist. Is ook gebeurd. Maar voordat ze overleed, heeft ze een stukje uit haar zoom, van haar rechtermouw, dus van de zoom, heeft ze uitgeknipt. Dat stukje stof, dat rust op mijn ader. Dus is altijd with me. En mijn vader, die kleur, dat zit in mijn nek. Dus we zijn altijd bij je. Ik draag altijd hakken. En ze moeten altijd 11 centimeter of hoger zijn. Dat doe ik echt al jaren. Ik kan erop rennen, fietsen, alles. Het geeft je een bepaald gevoel. Het maakt ook dat je mooier staat en dat je ook mooier loopt. Dus hoe presenteer je je? Recht, borst vooruit, schouders een beetje naar achter, tieten naar voren en hop en ga. Het zit in vrouwelijkheid, want je ziet natuurlijk helemaal niks. Ik heb mijn knot, dat is strak. Ik heb altijd de eyeliner, cat eye, hop, smoky eye omhoog, die handel. Dan wil ik gewoon, wat je ziet, zijn dan je schoenen. Ja, dat vind ik wel leuk dat je iets van vrouwelijkheid ziet. Naast de kleding is er een ander heel belangrijk iets voor mij en dat is mijn eyeliner. Ik wil altijd dat die eyeliner erop zit. Er gebeurt echt helemaal niks zonder die eyeliner. Ik wil ook in mijn kist met die eyeliner. Ik heb ze ook overal liggen in mijn auto, in mijn tas, in al mijn tassen. Dat moet er wel echt zijn. Het moet cat eye, boom omhoog. Punt, dat is het. En die knot blijft ook zo. Een knot maakt dat mensen je wat strenger vinden. Dat krijg ik ook te horen. Ik vind dat voor mijn werk soms wel fijn. Ik hoef niet iedereen heel dichtbij te hebben. Kijk, cliënten van mij zijn geen vrienden. Hè? Begrijp me goed, ik heb een zakelijk heel goede band, maar zijn geen vrienden. Ik kan me best wel voorstellen dat dat net als met je kleding werkt. Je make-up natuurlijk ook als een schild. En soms kun je er dingen mee accentueren en soms kun je er dingen ook mee verbergen. Of in jouw geval, wat je aangeeft, net iets veranderen of net een beetje de waarheid tweaken. Ja. Dus om heel eerlijk te zijn, ook wel een beetje een panzer, ja. Beetje weg van mij. Misschien ook omdat ik het eng vind, kan ook. Ja, misschien wel. Jij zet je kleding heel erg aan de ene kant heel emotioneel bewust in en aan de andere kant ook als schild. En het lijkt mij heel mooi om te zien wat er gebeurt als we iets minder schild gaan pakken om te kijken wat er dan gebeurt met de kleding die je draagt. Het is wetenschappelijk bewezen dat de minute dat jouw kleding knelt, jeukt, niet lekker zit of op wat voor manier dan ook afleidt, dat je hersencapaciteit kost. Tijdelijk word je dus even minder slim. Niet handig in een werkomgeving, hou daar dus rekening mee wanneer je outfit uitkiest. Natasja, ik heb online voor jou geshopt. Ik
weet dat je het een beetje spannend vindt, maar ik zou je zo graag een keer in iets lichts willen zien. We houden het wel zakelijk. We gaan helemaal toon op toon, juist om vanuit de rust, maar wel de zachte materialen. Uiteraard een paar goede hakken. En het leek mij heel mooi om dezezelfde outfit ook nog een keer af te wisselen met een top. Mooi. Eigenlijk in de kleuren van je ouders. Heel mooi. Dat vind ik heel leuk. Nu heb je me geraakt. Heel mooi. Ja, lief. Vind ik heel mooi. Ik voel me goed in dit pak. Het voelt zacht. Het is getailleerd. Dat vind ik fijn. Non heeft me echt geraakt met deze kleur. Daar ben ik echt heel blij mee.